Hi, Ellen. Web 101. Een revolutionaire chat, online chatdienst moet ik zeggen, voor onder andere nu in beginsel de makelaardij. Ellen, zou je me eens kunnen vertellen, Web 101, wat is dat precies? Nou, wat we eigenlijk zijn, zijn een chat contact center in een notendop. Onze chat operators, onze webassistenten, voeren chatgesprekken met websitebezoekers in de avonturen en in het weekend. Met natuurlijk als doel ze in contact brengen met het makelaarskantoor. Dus als ik het goed begrijp, zit er een button of een weet ik veel wat dingetje, zit op de website van de makelaar, jullie klanten. En op het moment dat iemand op de website komt, kunnen jullie een chat met zo iemand aangaan? Of kan iemand ook een chat aanvragen? Of jullie moeten echt zeggen van, hey, hoor je, we zijn er? Nee, het is eigenlijk werkt het op twee manieren. Enerzijds kan een bezoeker op de chatknop drukken. Ja? Maar we zullen ook iedere bezoeker zullen wij uitnodigen voor een chatgesprek door middel van een pop-up. Waarin staat, welkom, kan ik u ergens mee van dienst zijn? Oké, gewoon vriendelijk zoals het hoort. Hey, waarom ben je dit begonnen? Van waar, wat dacht je? Ja, nou ja, kijk, wat we natuurlijk merken is dat dat natuurlijk op de website komen steeds meer bezoekers. Krijgen een steeds grotere rol. En dit is natuurlijk 24/7. Dit is niet alleen maar tijdens de gebruikelijke kantooruren. Nou ja, het is natuurlijk logisch dat de makelaar kan niet iedere avond tot 11 uur 's avonds achter zijn computer blijven zitten. Nee, sommigen dus, hebben ook nog een privéleven inderdaad. Ja. Dus dachten wij, dan doen wij het, dan nemen wij het over buiten het gebruikelijke kantooruren. Hey, ik kan me voorstellen dat, althans, mijn eerste reactie zou zijn, ja, dat is leuk, dan heb ik een stel operators, zo heten ze, operators, hoe gaan jullie zorgen dat die mensen ook opgevangen worden, zoals ik als klant zijnde dat wil? Is dat niet een ontzettend ingewikkeld proces? Nou ja, het is inderdaad wel zeker iets waar we onze focus op leggen. Nou, eigenlijk hebben we daar kort een aantal dingen waarmee we dat ondervangen. Ja. Ten eerste hebben we een kwaliteitsmodel gemaakt die de operators de handvaten geeft om de bezoekers netjes te woord te staan. Daarnaast heeft ieder kantoor ook een factsheet die hij zelf kan beheren, zodat de operator dus wel degelijk wat specifieke kennis heeft over het kantoor zelf. Dit gaat tot een bepaald punt. En daarna zullen we ze uiteraard zeggen van, nou, mijn collega, want wij zien onze operators wel als een collega, mijn collega zal morgen contact met u opnemen. Alle chats worden ook vastgelegd. Dus ik als makelaar of als jullie klant heb altijd inzichtelijk hoe jullie met mijn klanten zijn omgegaan. 100%. Ieder gesprek wordt real-time doorgestuurd naar het makelaarskantoor. Oké. Okay. Dus alle gesprekken, alles wat wij intikken, dat zien zij meteen. En kunnen we dus ook snel opschakelen. Als een kantoor zegt, dit willen we liever zo, dan kunnen ze dat meteen ook doorgeven. Dus als ik het goed heb, is het zelfs mogelijk dat de makelaar zelf ook achter de computer zit en ook zijn klanten digitaal welkom heet? Ja, nou, dat is zelfs wat wij eigenlijk willen, dat zij dit overdags doen. En dat wij het in de avonturen en in het weekend, gewoon simpelweg omdat het niet te doen is voor een makelaar om dat allemaal zelf te gaan doen, dat wij overnemen. Hey, wat zijn de ervaringen, en dan niet zozeer de ervaringen van jullie klanten, de makelaars, maar echt, wat vinden bezoekers van websites er nou van? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat, je had het net over, jullie heten die mensen ook welkom. Schrikken ze daar niet van? Of vinden ze dat vervelend? Of vertel eens, hoe vinden de bezoekers het? Ja, nou Gijs, het is natuurlijk zo dat het in het begin zal het even wennen zijn. Maar ja, daarom zijn eigenlijk de reacties zijn eigenlijk ook gewoon in één woord. Men is verbaasd. Oké. Okay. Dat er op 's avonds om 10 uur op een zondagavond dat er nog iemand zit die ze persoonlijk te woord staat. Dat is eigenlijk één. En ten tweede, die verbazing komt natuurlijk omdat ze in eerste instantie vaak denken het met een chatrobot te maken hebben. Ja, dat is dus niet zo. En op het moment als ze merken dat het echt een persoon is, merk je al meteen een stukje, een soort van opluchting van, hé,
Nu kan ik letterlijk echt alles zeggen of alles vragen. Of... Ja, de drempel is dus wat lager. En ik kan me zelfs voorstellen dat dat het eigenlijk wel heel positief werkt voor zo'n kantoor. Want het image dat je uitstraalt is wel dat je met je tijd meegaat. Sterker nog, ik kan me ook voorstellen dat dat een soort van servicegerichtheid is die men in eerste instantie niet verwacht. Maar die men wel waardeert. Sterker nog, ik denk maar even hardop. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat ik zo'n ervaring online heb gehad, als woonconsument of als zoeker, ik dat ook aan mijn vrienden en vriendinnen online ga vertellen van moet je nou eens even kijken. Dat volgens mij werkt het wel positief richting de websites van de makelaars. Klopt dat? Ja, het is absoluut waar. Het is ook zeker iets wat de makelaars op dit moment heel erg inzet in hun verkoopverhaal naar opdrachtgevers van hey, wij zijn proactief. De resultaten zijn er ook naar. Er worden gewoon woningen in verkoop genomen, omdat men denkt van hey, dit is een makelaar die er alles aan doet om mijn woning te verkopen. Dus als ik dan kan kiezen, dan kies ik misschien toch voor deze. Je zal mij nooit horen zeggen dat dit de enige reden is, maar het is wel degelijk ook op die manier levert het een stukje toegevoegde waarde. Het is een strategische inzet van de marketing communicatie middel CQ-kanaal. Hey, eens even kijken. Moet het niet te lang maken. Het is geen zomergasten per slot van rekening. In het kort, is dit iets wat... Wat een blijvertje is. Is dit hetgeen wat de makelaardij nodig heeft? Of is het een onderdeel van wat de makelaardij nodig heeft? Wat is jouw visie voor de komende jaren voor de makelaardij? Ja, nou goed. Het is natuurlijk zo laten we zo zeggen. Onze visie is, over 5 jaar zullen de meeste websites, niet alleen de makelaardij, gebruik maken van live chat. Simpelweg omdat de groep die chat, die wordt steeds en steeds groter. En het past veel beter bij het surfgedrag. Op het moment als jij aan het surfen bent, ga je liever, dan open je even een chat. Want dan kan je namelijk doorgaan met surfen. Ja. Op het moment dat je de telefoon pakt, dan moet je alles eigenlijk uit je handen laten vallen. Want je kan namelijk verder. Je kan niet en telefoneren en tegelijkertijd ook surfen. Komt. Hey, echt, maar dan is het ook de allerlaatste vraag. Ik weet dat het moeilijk is, maar... Is er één URL, laten we hem even noemen, waarvan je zegt van, ja, dat vind ik nou echt een voorbeeld van hoe het moet? Natuurlijk. Ik kan, waar je natuurlijk heen kunt gaan is www.hendrix.nl. Dat is een makelaarskantoor die zelf overdag de chats uitvoeren en in de avond sturen. Dan doen wij het. Dus mensen kunnen iedere dag... Van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds kunnen ze eigenlijk naar die website gaan en meteen in contact treden met het kantoor. Ze kunnen ook uiteraard, onze website is web101.nl, daar hetzelfde. Iedere dag van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds kun je direct met ons in contact treden door middel van het klikken op de chatknop of op de uitnodiging die we ook sturen. Nou, super. Hey, ik vond het hartstikke leuk je gesproken te hebben. Ik hoop binnenkort eens een keer live, want we kennen elkaar eigenlijk alleen maar via het beeldscherm. Ik wens je nog een prettige dag en veel succes. Erwin, hoi. Dag.